Ook in Zoeterwoude werd op 4 mei stilgestaan bij slachtoffers van oorlogsgeweld. De herdenking startte, zoals voor de coronacrisis gebruikelijk was, met een bijeenkomst in de dorpskerk in Zoeterwoude-dorp. Vrijheid. Het klinkt zo makkelijk en zo vanzelfsprekend. Maar in Oekraïne, op slechts 2000 kilometer afstand, woedt een grimmige oorlog. Burgers en militairen verzetten zich moedig. Velen zijn voor het geweld op de vlucht geslagen, omdat huis en haard verloren zijn gegaan. Ook zijn er slachtoffers gevallen. Tijdens deze herdenking, op 4 mei, zijn onze gedachten dit jaar met name bij de Oekraïnse burgers en militairen. De dienst werd muzikaal begeleid door Tjeerd Stro en enkele leerlingen. Even na 19:30 vertrokken de Zoeterwoudenaren in stille tocht vanaf de kerk naar de gedenksteen in de gevel van het gemeentehuis. Drumfanfare Fios begeleidde de groep op de trom. Om 8:00 kwam de stoet aan en was men 2 minuten stil om de getroffenen te herdenken. Hierna legden het college van burgemeester en wethouders, vertegenwoordigers van veteranen en het verzet, leerlingen van beide basisscholen en anderen een krans bij de gedenksteen. De aanwezige leden van de scouting deelden tulpen uit die door de overige bezoekers bij het monument werden gelegd.